Volgens mij is het met training altijd een balans tussen, je hebt een programma, hè, dat wil je graag doen, want je hebt leerbehoeften opgehaald, dus daar wil je aan vervullen. Maar er gebeurt in het moment gebeuren ook allerlei inzichten en casussen komen nu ineens naar boven die nog niet eerder benoemd waren. Dus het is altijd een soort balans tussen hoe hou je programma vast en maar hoe ga je ook in op de actualiteit. Ja, wat mij heel erg helpt is om het sowieso niet te vol te plannen. En ik laat altijd, dat heb ik van gamification geleerd, ik laat altijd de topics zien die we op een dag doen. En dan heb ik rood gemaakt waar we dan nu middenin zitten. En als we naar het volgend onderwerp gaan, dan verschuift het rode balkje dus eentje naar beneden. Dus op die manier denken mensen, oh ja, kijk, we hebben voortgang. We zijn nog steeds wel het programma aan het doen, maar er is ook ruimte om andere dingen te doen. Dus ik laat gewoon de 5 hoofdpunten zien en dat balkje schuift iedere keer naar beneden. De goede tip, ja. Ja, dus dat werkt wel, want structuur heb je wel nodig, want anders denk je inderdaad, nou, we zijn 3 kwartier al mee bezig, waar gaat het heen?